Hallo, ik ben Helene Pen en ik ben lid van het Rabobank Talententeam. Nou, dit is dus Vira. Dit is mijn topper op het moment. En ze is nu 9 jaar en we hopen ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen voor volgend jaar. Vira als paard heeft heel veel doorzettingsvermogen en wil het altijd voor je doen. Is echt een super eerlijk paard. En ja, ik heb geleerd in de jaren om haar goed aan te voelen en netjes met haar mee te rijden. En dat brengt ons iedere keer tot een goede uitkomst eigenlijk. Dit zijn de stalplaten, zeker trofee van mijn moeder. En van EK's, WK's en alle belangrijke wedstrijden die ze gereden heeft. Aken staat er ook nog bij, daarachter. En ik hoop dat ik ook zoveel platen ooit eens een keer op deze deur ga krijgen. En het is wel redelijk goed begonnen, want ik heb in augustus dit jaar EK senioren gereden voor het eerst. Dat was mijn eerste senior EK. En dat ging hartstikke goed, want ik was 14 en beste Nederlander, dus ik was helemaal, ben helemaal blij. Nou, dit is mijn eerste jaar in het Rabobank Talententeam. En dit jaar is voor mij heel snel gegaan. Want ik was eigenlijk begonnen als Young Rider nog steeds dit jaar, met de gedachte dat ik voor de Young Riders zou gaan. En totdat ik opeens won in Stresscom, de lange driester. En gevraagd werd of ik mee wilde rijden met het seniorenteam op het EK. Nou ja, dat wilde ik natuurlijk heel graag. Het EK senior was voor mij dit jaar een hele speciale ervaring. Ik, ja, als je voor het eerst zo'n EK rijdt, dan heb je allemaal speciale indrukken die op je afkomen. Met de hoeveelheid publiek die er is. Maar ook de ruiters die er zijn. Ik, toen ik daar aan het rijden was, toen realiseerde ik me eigenlijk dat ik nu tussen de ruiters reed waar ik vroeger altijd een handtekening van wilde hebben. Dus ja, dat was wel echt super gaaf. Het Rabobank Talententeam heeft een enorme boost gegeven aan mijn carrière. Zo heb ik veel baat gehad aan de mediatrainingen en heb ik veel geleerd bij de trainingen van Ankie van Gunsven en Sven Harmsen. Is Helene Pen jouw Rabotalent van het jaar? Stem dan nu op haar op rabosport.nl.